was Dries die mij gecontacteerd had. En die was afgekomen bij mij thuis. En voilà, van het een kwam het ander eigenlijk. En dat was eigenlijk vrij snel geklonken. En kende je Dries of? Ja, van heel vroeger. Persoonlijk dan. Via een maat van mij. Maar dan elkaar zo wat het oog verloren, denk ik. En dan voor het eerst, ik denk, bij Safety First. Had hij een regie gedaan en dan daarna patrouille en dan ja zo van, ja voilà en dan nu dit. Ja, tof, ja. Hè? En hier speel je eigenlijk hem. Goh, ja, amai, dat is de eerste keer dat ik dat hoor. De Dries had onlangs zijn haar laten knippen en dan kwam naar mij zei van het is gewoon, dat is de geest, hè. Deze is uw personage. Ik zeg, fuck, inderdaad. Maar het is, nee, dat denk ik nu niet. Ik denk, gewoon waar eigenlijk. Maar, goeie vraag. Van, hij zei daarnet van, ja, ik zit eigenlijk in het personage van Steve. Schitterend. Ah, wel ja, om op de vraag te antwoorden, ja, ik speel Dries. ik weet het, er zijn gelijkenissen sowieso. Ook gelijkenissen met mij, gelijkenissen met Dries. En dan dat personage zelf, die drie tezamen. En dan creëert het wel iets dat wel wat gemeenschappelijk is. Er zitten gemeenschappelijke dingen in, absoluut. Dus ja. Tot slot, ga je dan laten. Hoe is Dries als regisseur? Als er toch iets is wat ik zo wat heb geleerd of zo. Die slaat me zo met mijn kop. Dan is het echt om soms dingen los te laten. Echt waar, ik ben een denker. Ik denk dat je dat ook wel merkt tijdens het interview of zo. Ik denk soms veel te veel na, op voorhand ook. Ik wil goed voorbereid zijn op alles. Ik wil niet voor dingen komen te staan of zo. Maar ja, en hij heeft zo eens één keer tijdens een take, zo vlak voor een take, gezegd van Steven, los, alles los, laat het los. En ja, dat is toch een klik dat je moet maken of zo. Hè? En ja, en voor de rest, ik lach me soms kapot met die gast, echt waar. Ik vind die zo grappig soms. En hij weet, ja, dat is heel cliché, maar hij weet keigoed hem wel. En hij zal ook op tijd en stond komen zeggen van, als het niet goed is, gaat hem het echt zeggen. En dat is, ja, dat is echt wel fijn, hè, als acteur. Dat je dat gevoel meekrijgt, dan moet je voor de rest van de shoot gewoon daar totaal mee bezig zijn. En gewoon gaan. En ja, dat is super fijn. Dus heerlijke gast, vind ik dat. Heel fijn om je te weten.